De eerste gasten komen zo meteen toe. De gasten die we vandaag uitgenodigd hebben, zijn allemaal eigenlijk van horeca. Dat zijn jullie toekomstige collega's in feite. Dus verwacht u zeer kritische klanten. Maar land is koning, altijd blijft en vriendelijk blijven en probeer gewoon de eisen van uw gasten te kunnen voldoen. Nathan, ik heb iets voor u. Omdat je de ontvangst mag vandaag doen. Dus doe het goed. Stel mij en chef alsjeblieft niet teleur. En succes. Dank u. Dus zie dat je klaarstaat. CPD houdt iedereen nauwkeurig in het oog. En ze verwacht een hoog niveau. Ik ga vandaag vooral opletten hoe dat ze de mensen gaan ontvangen en hoe dat de service gaat draaien. Goedendag. Op welke naam wil je dat? Boterberg. Laten we zien. Hè? Boterberg, dat is straf. Volg je mee. Ja, Nathan is gewoon zeer energiek en vlot en sociaal. En wat dat ook gewoon van hem een toffe, leuke jongen maakt om in de zaal rond te lopen. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Maar jammer genoeg is hij niet gestructureerd. Hij is gewoon chaos. Nathan neemt allerlei taken op zich, maar vergeet het belangrijkste: de gasten ontvangen. Je bent wel een beetje stress. Ik weet niet of het tafeltje is aangewezen. Tafeltje 13, denk ik. Denk het niet. Ik weet het niet. Ik heb hier juist mijn vest omhoog hangen. Ja, en er heeft u niemand ontvangen? Ja, Was het? Ja, dat. Ja. Ja, zo'n tafeltje hier, alsjeblieft. Steeds meer gasten vinden zelf de weg naar hun tafeltje. Barbara's vriendelijke en correcte ontvangst maakt gelukkig veel goed. Alsjeblieft. Ik weet niet of jullie alvast een aperitiefje wensen. Voor mij kava, alsjeblieft. Kavaatje? Voor mij ook. Oké. Ja. Voor de zwijstertje hebben we ook vandaag een ganzenlever en een chocoladedip en een afwerking van Granny Schmidt. En als hoofdgerecht is het een dunne lende van kalfsfilet met daarbij een chutney van wortel. Alsjeblieft. Ik voel me opeens veel relaxer dan daarnet. Ja, het is echt waar. Het is komiek. Een heel vriendelijk meisje. De bediening is goed. Juist bij het onthalen kan een beetje gebrek aan iemand die de jassen aanneemt. Maar voor de rest gaat het heel vlot. Ook Hanne gaat voor een goede eerste indruk. Maar zij straalt iets minder zelfvertrouwen uit. Als suggestie hebben wij de ganzenlever. En als hoofdgerechtje hebben wij een kalfsfilet. En wat is daarbij met de kalfsfilet? Bij de kalfsfilet is het eigenlijk een dunne lende met een chutney. Ik weet het niet meer van buiten. Excuses. Ik moet even kalmeren en dan gaat dat goed komen. Alsjeblieft. Mijn hoofd is gewoon... Ik heb nog veel bij te leren.